Hier achter mij bevindt zich het theaterfestival aan de Jan Eversenstraat. Nou, wij zijn Daniel en Dorien en wij organiseren Festival Jan Eef in de Jan Eversenstraat en Mercatorplein. En dat doen we nu voor het eerste jaar. We hebben het één voorstelling. Ik zie de eerste voorstelling is net voorbij. Van Ernst van der Pas hebben wij gezien. Dat was ontzettend leuk. Briljant. Briljant. Ja. En zo zijn er dus 12 voorstellingen vanavond rondom het plein en in de Jan Eversenstraat. Gretig, gulzig, hongerig, onderwaakse grond. Leven slurpen tot het draait, omlaag tot op mijn onderbuik. De sfeer in drinken, dronken zijn van leven, nieuw leven. Douw op snorhalen, van nieuw van zwerven. Zweet op lippen, zweet van nieuw van zwerven. En waarom is dit festival eigenlijk? Ja, dit festival heet het Festival Jan Eef en het is in de Jan Evertsestraat in Amsterdam. En ja, het is een heel leuk festival in allemaal winkels en cafés. En ik vind het gewoon heel erg leuk omdat het theater iets dichter bij iedereen brengt eigenlijk. Wel, ik dacht echt dat het een grapje was. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij, zei hij. En ik moest lachen. Ik hing aan zijn been. Dat was ik even vergeten. Ik hing aan zijn been. Maar dat had geen zin meer. Net zoals harder op de knopjes drukken als de afstandsbediening het niet doet. Hij stond al op. Hij ging al weg. Hij legde geld neer voor de koffie en ik hing aan zijn been. Denk aan iets anders. Het is een voorstelling die gaat over een vrouw en de man van haar leven die heeft haar verlaten. En zij gaat door het hele proces heen van wat je dan allemaal meemaakt op het moment dat zoiets gebeurt, dat een relatie wordt beëindigd. En het is een humoristische voorstelling. Oh, ja, jij denkt dat het met jou te maken heeft, hè? Nee hoor. Je moet het vooral niet persoonlijk opnemen hoor. Dit heeft echt helemaal niks met jou te maken. Ik vind je niet eens leuk. Nee, echt niet. Dat moet je niet. Ik vind je niet eens knap. Nee, echt niet. Nee, ik val niet op jou. Oh, en dat ik dan met jou ga flirten, dat geeft jou natuurlijk totaal de verkeerde indruk. Ja, dat ik me aangetrokken tot je voel, maar dat is niet zo. Je bent net bij een voorstelling geweest. Ja, klopt. Moet ik heel even spieken hoor. Jente Jong zijn we geweest en dat was ernstig gezellig, moet ik zeggen. Ik ben niet zo heel erg fan van vrouwelijke comediennes, maar ik vond haar wel erg grappig. Ja, is leuk. En ze nam op een gegeven moment jou ook een beetje op de hak? Ja, dat kies je voor, denk ik, als je vooraan gaat zitten. Dan ben je nogal eens geneigd om de pisang te zijn. In dit geval werd ik een beetje verschut gezet, maar wel op een hele leuke manier. Dus dat is wel erg leuk. Waarom dit festival? Omdat het een hele leuke buurt is en omdat er culturele dingen moeten gebeuren in deze buurt. Want wij vinden dat cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen. En dat je niet dus per se naar een theater hoeft, maar dat je eigenlijk gewoon tijdens je boodschappen theater kan zien. Juist, ja. Dan heb ik een diagnose. U bent gebroken. Onbeschrijfelijk. Heeft u daar wat tegen? Nee. Ik kan u een kalmeringsmiddel voorschrijven. U slaapt slecht de laatste tijd, zegt u. Ja. Heeft u ook antimannenpleisters? Nee. Iets anders? Rust. Veel drinken. Water? Nee, alcohol. Ja, dat zal wel lukken, dokter. In jouw wacht blijf me niet. En nestel mij, als we wolven zijn we vrij. Volgend jaar weer doen, hè? Ja. Yes. De komende 5 jaar en over 5 jaar is het 5 keer zo groot en is dit the place to be.
Nou, dit was een heel leuk festival. We hebben de sfeer geproefd. En het was een intieme, gezellige, leuke sfeer. Veel mensen. En we gaan nu even lekker wat drinken. Want we hebben dorst.